Als het waar is dat je God lief hebt, als je het vlees niet behaagt, dan zie je dat al wat God doet zo juist is en zo goed. Zijn vervloeking van jouw opstandigheid en oordeel over jouw onrechtvaardigheid, die zijn juist en die zijn echt terecht. Zo nu en dan tempert God je door situaties in te richten. Zijn discipline en kastijding dwingen je tot hem te komen. Dan voel je dat zijn daden prachtig zijn en er is niet te veel pijn. Je voelt dan alle lieflijkheid van God. Je moet rebelleren tegen het vlees, geef er niet aan toe. Je moet standvastig zijn. Mijn familie en mijn vooruitzichten doen er helemaal niets toe. In mijn hart is alleen maar God. Ik moet mijn best doen om hem te behagen en zeker niet het vlees. Als je toegeeft aan het vlees en je zegt God gaat te ver, dan voel je altijd pijn en dan voel je steeds verdriet. Dan heb je geen klaarheid over Gods werk en zie je zijn begrip voor de zwakheid en de problemen van de mens niet meer. Dan voel je je ellendig en alleen, alsof jouw lijden niet terecht is. En zo gebeurt het dat je het uitschreeuwt en je beklaagt. Je moet rebelleren tegen het vlees, geef er niet aan toe. Je moet standvastig zijn. Mijn familie en mijn vooruitzichten doen er helemaal niets toe. In mijn hart is alleen maar God. Ik moet mijn best doen om hem te behagen en zeker niet het vlees. Hoe meer je toegeeft aan de zwakheid van het vlees, hoe meer je het gevoel krijgt God is te ver gegaan. Tot je het punt bereikt dat je zijn werk ontkent en hem bestrijdt. Tot je totaal ongehoorzaam geworden bent. Je moet rebelleren tegen het vlees, geef er niet aan toe. Je moet standvastig zijn. Mijn familie en mijn vooruitzichten doen er helemaal niets toe. In mijn hart is alleen maar God. Ik moet mijn best doen om hem te behagen en zeker niet het vlees.